Hallo mensen, welkom terug in de Megablok-wereld. Vandaag gaan we weer een redstone creatie maken. En dit keer is dat de redstone repeater. Dit zorgt er in Minecraft zorgt het ervoor dat het signaal weer geboost wordt. Of dat je een signaal uit een blok kan nemen of in een blok kan stoppen. Heel leuk apparaatje. Redelijk simpel te bouwen. Redelijk klein. Ik heb eerder ook al een ander ding gemaakt. Ik weet even daar de naam niet meer van. Maar goed, we gaan hem lekker bouwen. Dus hier is de first person timelapse. Oké, daar zijn we dan. De redstone repeater is af, zoals ik al zei. Het is niet zo'n heel lange, grote beeld. Het is gewoon klein, simpel, even lekker snel voor jullie om te kijken. Maar goed, hij is af. Ik vind het een soort van goed gelukt. Ik heb een beetje het gevoel van, het ziet er niet echt uit als een repeater, omdat, zeg maar, ik vind dat hij er een beetje te kort uitziet. Ik heb het gevoel alsof hij langer zou moeten zijn, of smaller. Maar goed, zo hoort hij te zijn. In elk geval volgens het vanilla redstone. Het vanilla Minecraft blok. Dus ja, ik laat hem lekker zo. Ik wens jullie allemaal heel erg voor het kijken. Laat even een like achter als je deze video leuk vond. Vergeet niet te subscriben. En ja, tot de volgende keer.